Het is eigenlijk introduceren van nieuwe planten. De kinderen gaan die dan zelf zoeken, in stukjes knippen, wassen. Dat wordt dan verwerkt in een gerecht en wordt daarna geproefd. De kinderen zijn vooral heel erg nieuwsgierig en geboeid. En het valt me op dat ze ook goed samenwerken. Eigenlijk is het best wel een succesverhaal. Dat je weet hoe het in de natuur leeft en wat voor dingen je kan eten in de natuur. Ik hoor van alle scholen dat zij natuuronderwijs in de echte natuur zeer belangrijk vinden. Ze hebben uiteraard hun eigen biologie-natuurmethodes uit boekjes en met filmpjes. Maar iedere leerkracht weet dat je een kind fysiek kennis moet laten maken met de natuur om het te laten beklijven.